Ja, ik ben mijn 10.000 stappen weer aan het halen. Ondertussen al sinds mijn laatste coronaprik elke dag mijn 10.000 stappen gedaan. Waarom babbel ik daarover? Eigenlijk is wat heel belangrijk is aan dit. Ik probeer niet in een paar dagen direct ik weet niet hoeveel kilometers te lopen om dan een jaar om mijn gat te gaan zitten. Maar een goede conditie is een dagelijkse investering. En een dagelijkse gedoseerde investering, zodanig dat je het kan volhouden. Dat is zo voor het lichaam, maar dat is ook zo voor de geest. Zeker als je momenteel aan het ontdekken bent wat hoogbegaafdheid is en wat dat voor jou dan betekent. Zien we bij veel klanten en vermoedelijk misschien ook bij jou, dat je dan direct alles wil vastpakken en je gaat dan alles veranderen en je wilt alles erover weten en je verdrinkt u in de informatie en de tools en de technieken om op het einde van de rit eigenlijk nogal een keer u nog slechter te voelen dan ervoor. Dus ook de geest moet je dagelijks trainen en dagelijks laten groeien zodanig dat je geleidelijk aan met de tools aan de slag gaat, dat je geleidelijk aan nieuwe dingen leert en met nieuwe kennis van zaken uw leven gaat observeren om dan vast te stellen, ah ja, dat hoogbehaafdheidsmodel, ah ja, ja, eigenlijk kom dat gelijk regelmatig wel tegen, zo dat snelle denken. En, ja, eigenlijk was ik opgejaagd, want er was zo'n vergadering, ik wist eigenlijk op voorhand al, dat ging nergens toe leiden, dat was echt zo'n ja, lulvergadering zonder echt doel. En eigenlijk is dat genre dingen waar ik echt zenuwachtig van word. Dus je gaat systematisch in loopjes je ervaringen gaan toetsen aan de kennis die je vergaart. Nu, bij mij is dat een traject geweest van ondertussen 8 jaar. Natuurlijk was spijtig als je dit filmpje aan het kijken bent, dat ik zou zeggen van ja, zeg, het zal u toch zeker 8 jaar duren, voor minder doen we het niet. Dat is natuurlijk ook niet waar. Ons groepstraject dat we geven is over 6 maanden. En onlangs heb ik weer een deel gehad en ze zitten in deel 4. En het was heel pittig, heel heftig, heel emotioneel ook. En daar heb ik daarachter toch even aan hun gezegd van jongens, wees fier op jullie zelf. Dat is voor jullie is dat ongeveer 1,5 jaar dat je die cursus aan het volgen bent. Houd er rekening mee met de dingen die jullie in 1,5 jaar doen, dat ik daar 4-5 jaar mee aan de slag geweest ben. Dus die hogere snelheid gaat natuurlijk ook een grotere impact hebben. Maar het is wel een realistische snelheid. Het is niet dat het veel trager moet gaan bij een hoogbehaafde. Het is gewoon dat het bij mij veel trager ging. Om, ja, omdat ik het zelf heb moeten ontdekken en dat het dus met vallen en opstaan was. En met scha en schande dat we stappen vooruit zijn kunnen zetten. Dus ik wil deze kennis heel graag delen met jullie. Ik begrijp dat zo'n traject van 6 maanden dat wel even afschrikt. En dat je bijst van, dat is misschien toch net iets te pittig. Daarvoor doen we nu al een bootcamp waarin we in 1 dag wel de belangrijkste tools al gaan delen. En kijken, 1, een stuk die hoogbehaafdheidsmodellen gaan toelichten, maar niet allemaal. We gaan er 1, 2 misschien pakken. En op basis van die modellen en jouw ervaring al gaan de eerste kapstokjes hangen om te zien van, nou, kijk, als je dat tegenkomt, dat is eigenlijk dat model en dat aan het gebeuren is. En dat gaan we combineren met een reeks tools. Waarin dat we dan met kleine tips en kleine trucs al een heel eindje vooruit kunnen springen. En zo ga je zeker de eerste 5-6 muren al kunnen vermijden. Waar ik wel nog tegen gebotst ben. Maar je gaat er wel 6 anderen nog tegenkomen. Want groei is natuurlijk heel langlopend. Zoals ik zei, dat is niet in 1 keer volle beuzen alles klaar. Maar door de eerste paar hindernissen al te vermijden. En al te voelen wat het effect is van zo'n paar dingen te veranderen, ga je super gemotiveerd zijn na die dag om daar verder mee aan de slag te gaan, verder onderzoek te doen. Met de kennis ook dat het een traject is in die maanden gaat duren, maar waarin elke maand positieve verrassingen zal hebben en een nieuwe stap vooruit zal zijn in jouw leven. Dus, ben jij een snelle denker? Sta jij een beetje aan de start van jouw zoektraject of ben je al een tijdje aan het zoeken? Maar vind je gelijk niet het verhaal die op jou mapt, dus is dat hoogbehaafd zijn nog altijd ja, een beetje een ongemakkelijk verhaal? Of heb je eigenlijk nog altijd het gevoel dat je niet jouzelf kan zijn in jouw hoogbehaafdheid? Dan is deze bootcamp met andere hoogbehaafden
een ideale, ideale start om, om daar echt mee aan de slag te gaan. Eén, te ontdekken dat hoogbegaafd zijn, dat dat ook super kan zijn, dat er ook heel veel positieve elementen in zitten. En alle reeks tools te krijgen, zodanig dat je ook in jouw functioneren op een positieve manier met die hoogbegaafdheid aan de slag kunt gaan. Ook in relatie tot normaal begaafde collega's, vrienden, whatever. Als je geïnteresseerd bent, ik zou zeggen, kijk eens op onze site naar de bootcamp en kijk eens of dat daar iets kan zijn voor jou. Het is sowieso mijn intakegesprek, dus er is geen risico om te zeggen van ja, ik ben geïnteresseerd. Na het gesprek mag je zeker ook nog zeggen van het is misschien nog niet voor mij, het is misschien nog iets te vroeg. Geen probleem dan. Dan hebben we elkaar al een keer ontmoet en heb ik jou hopelijk al via de Teams ook al kunnen inspireren om stappen te zetten. Doei.